Yo guys, Les hier met vandaag een nieuwe video en vandaag de laatste aflevering van Half-Life Blue Shift. Of ja, ik hoop toch dat de laatste is, anders zou het wel een beetje gênant zijn. Vorige keer hebben we dus hier gebleven. Thanks. We really need another power cell if we expect to get out of here. You'll have to go back down there, find the power cell and send it back up to us fully charged. We're all depending on you. Maar ik heb dat vorige aflevering gedaan. Aha, hier is precies wel iets. En ja, hier ben ik niet geweest. Maar dat blijkt ook niks te zijn, dus ja, oké. Maar hij zegt dat ik nog niet alles heb aangezet, maar hoe kan dat? Oké, ik heb het eventjes opgezocht. Hey, je bent mee aan het cheaten! Ja, laat me eens. Nee, even serieus, ik ben echt wel blij dat ik het opgezocht, want anders had ik het nooit gevonden. Want ja, ik weet niet, het is eigenlijk een beetje vrij stom, vind ik dan persoonlijk, maar oké. Dus wat je eigenlijk moet doen, je moet daar op geraken. En hihi, daar is een knopje. Kijk, dus hier heb je nog een leuk knopje. Dan gebeurt er dit. Wat eigenlijk vrij cool is om eerlijk te zijn, maar oké. Maar oké. Zo. Wow, check me als een beest op de leuning lopen. En ja. Wat, mijn gun sloot niet. Fuck off. Ah, dat werkt niet. En deze? Dan moet ik hier... Oh, echt waar? Aha. Ah, zie je, komt hier hieruit, ja. I was hoping you'd show up. You have to get this power cell charged and back up to Dr. Rosenberg. I'd help, but I'm hurt pretty bad. You can probably push the power cell through the fence into the charging station behind me. Yeah. Let me see if I can get out of the way. Oh, oh wow. Is hij nu net dood hier aan? Oké. Okay. Aha. Boom. En nu fucking werken, bitch. En nu kunnen we echt terug gaan. Hihi. Hallo. I'm glad to see you're all right, Mr. Calhoun. But we really need another power cell if we expect to get out of here. You'll have to go back down there. Nee, serieus? And send it back up to us fully charged. We're all depending on you. Bah, ja. Net jij die shit. Zo. Oké. Nee. Oh, dat is zo. Oké. En nu moeten we dit doen. En nu is het echt finished, denk ik. Oké. Als je shit nu niet werkt, dan... Dan stop ik met deze aflevering als die shit nog altijd niet werkt. Dan word ik echt zat. Dan word ik legit fucking zat. A leap of faith. We've already begun preparing the device with the fresh power cell you sent up. This time, however, the process is going to be a bit more complex. So I'll need you to help me in the main room. Let's hurry, there's no time to waste. Oké. Eindelijk. Fuck jou, bitch. Wow, huh? Wat deed die man? Ja. Wat? Alright, I'll stay down here to monitor the system levels and direct the procedure. I need you to climb up to the control room and activate the main power. Once the process has started, you also need to release the damping locks each time the system has charged in order to open the displacement field. Don't worry, Mr. Calhoun. The process is simple, and I'll let you know when you need to do something. Ah, okay. Okay, this is so cool.
zeg maar wanneer ik iets moet doen. En dan ben ik klaar voor de boss fight. What are you waiting for, Calhoun? Get up to the control room and locate the main power switch. Ah ja, zeg. Very good. Stand by, Calhoun. Once the system is initialized, it'll take a few moments for the interpolating resonance coils to achieve. Hij zei zo, ja, ik kan al zeggen als je iets moet doen. Nee, zo, allee jongen, zijn jij nou nog niet bezig? Ja, zeg. Ja, maar, zo niet, hè. Everything is looking up. Oh no. The primary coolant line has been ruptured. Calhoun, go to the valve located on the catwalk and release the pressure. Hurry, before the system overheats. Yeah. So? This is no time for games, Calhoon. Ah, the secondary coolant line is first, the machine will explode. Now keep turning the crank until the pressure level is normal. Yeah. When the main charge meter reaches full, I'll need you to open the displacement field from the control room. Okay. Okay, alsjeblieft zeggen, Rosenberg, don't fail me now. Hey Walter. Very good, Calhoun. I'll begin charging the system for the next teleport event. Ah, wow, moet elke keer opnieuw doen, ofzo. Oké, er is al een vriend van ons weg. Nu zijn wij het tweeën nog alleen als het goed is. Nee. Ik hoor de militairen. Oké. Zo. Go. You must go now, Simmons. Nice. I'm going to go through next, but don't worry, Mr. Calhoun. I've set the system to automatically start the charging sequence once I've made it through. Just okay. Wait for the levels to reach full again and open the field like ah, ik moet daar naar zien. Ah. So, almost. Oh nee. All right, it's ready. Go. Good luck, Mr. Calhoun. I'll see you on the other side. Merci. Dag Rosenberg. Oh fuck. Nee. Oh bijna. Zo. Hij werkt naar. Oh. Ah, fuck. Doei. Doei. Dag militairen, dag jongens. What the fuck? Ah, there he is. Calhoun, you've arrived. When you didn't come through right away, we thought that. Oh no, there's something wrong here. Simmons, come look at Calhoun. His body seems to be in some sort of resonance displacement. Oh. What the fuck? Huh? Hey, Freeman. Oh, dat is net voordat hij in de trash compactor wordt gedaan. Dat is aflevering 11, denk ik. Infokaartje, rechtsboven. Ja, dat is Freeman. What the fuck? Oh, thank God you made it.
was worried that a malfunction occurred at the last moment and you might have been caught in an infinite harmonic reflux. If that's the case, then you're lucky to be standing here. Then again, we're all lucky. Thanks to you, however, we were actually able to pull off this half-brained idea. We made it, Mr. Calhoun. We made it. What? Out of range. Ah, oké, dus G-Man heeft Calhoun niet kunnen oppakken. What? Dat verklaart ook waarschijnlijk dat hij terug is in Half-Life 2. En dit was Half-Life Blue Shift. Met blauwe kaartjes. Gearbox is... dubbel punt. Ah. Ah, deze vijf guys hebben waarschijnlijk de game gemaakt, dat neem ik aan. Maar ik denk dat het legit geen copyright credits zijn deze keer. Dat zou wel zuur zijn. I'll take that bet. Maar, dit was dan wel Half-Life Blue Shift. En godverdomme, dit spel was eigenlijk echt kort. Ik heb dat legit op één dag uitgespeeld. De eerste aflevering heb ik in de vakantie opgenomen. Alle andere afleveringen op één dag vandaag. Ja, dan vond ik Opposing Force toch beter. Ja. Want dit is relatief kort en zoveel nieuwe dingen komen er eigenlijk niet in. Er komen zelfs geen nieuwe dingen en het voelt soms vrij beperkt aan. En dat had ik bij Opposing Force niet. Maar het was nog altijd leuk, maar kort. En misschien ook niet zo slecht dat het kort is, want laten we eerlijk zijn, de meeste zijn Half-Life Blue Shift wel een beetje... Half-Life 1 in het algemeen een beetje beu. The End. Nou, ook helemaal geen lange credits trouwens. Volgens mij waren die bij Opposing Force en Half-Life veel langer. What the fuck? The End. Oké, komt er nog iets of? Ah nee, het is het einde. Ik vraag het. The End. Komt er nog iets? Ja, komt nog iets. Maar ik denk ook niet dat we G-Man hebben gezien van heel de Let's Play. Ik denk het eigenlijk niet. Maar ik ga deze Let's Play dan al afsluiten. En dan is het tijd voor Half-Life 2. Dus vond deze video leuk en vond deze korte Let's Play leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer ik u de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg ciao.